Wait a second. Okay, and now we are online. So, welcome to Sparta Live, our first lecture for this semester. Semester. Okay, and we are very pleased to have KIRAC here today. Hi, Stefan. Hi, Kate. And yeah, what is going to happen today? you're gonna watch KIRAC episode 20. The Jordan Wolfson episode. And so it's a really new one, which is not online yet. So it's like a premiere for us. Yeah. So, and special for Sparta. Yeah. And afterwards, we're going to have an after talk via Zoom. And we're going to put the link under this video in the comments. And you are very welcome to join us afterwards to the discussion. Ooh. Yeah. So, okay, any final last words, or should I just start the video? I think you should just start. Just start. Yeah. Okay, start. Okay. See you soon, ciao. Bye. Bye. KIRAC episode 20. The Latent Potency of Rob de Vares, featuring Jordan Wolfson and Beatrice Roef. Tarik is bij me op bezoek voor een kopje koffie, maar hij komt recht uit het krekhuis gestapt. Hij vraagt of hij wat brood mag. Ik vind het ongelooflijk dat ik nog kan praten. Wat maak je dan allemaal mee op zo'n avond? Vertel dat nou eens. Nee, het is boring as fuck, man. Nee, ik snap wel dat het boring is, maar ik bedoel, wat gebeurt er dan? Criminelen, ja, zo. Nee, gewoon wat ik in crackhuizen vind. Wat is het nou? Het is een soort, het is een totaal... Kijk, de crack geeft je het gevoel... Het is volkomen niet maatschappelijk geaccepteerd. Je voelt je ertoe aangetrokken omdat het niet maatschappelijk geaccepteerd is om crack nee, te doen? Nee, is niet waar. Nee, dat is een ingrediënt van zo'n van de crack sitting. Dus iedereen daar voelt zich een outcast. Op het moment dat je daar onderdeel van uitmaakt, dan ben je een outcast. Een verloren ziel of zo. En dat is allemaal niet waar. Want het is helemaal niet zo moeilijk om met crack te stoppen. Het is niet lichamelijk. Oké, je kan ermee stoppen. Okay, ik snap het. Maar wat voor gesprekken vinden dan verder plaats in dat crackhuis of zo? Wat vinden er plaats? De een waant zich dichter. Dus die komt dan met gedichtjes uit zijn hoofd. En de ander voelt dat hij dat om een reden doet. Dus die gaat over zijn trauma's beginnen. En ondertussen is iedereen gewoon zeer materialistisch. Want iedereen wil gewoon weer dat volgende brokje rotzooi in zijn pijp stoppen. Dus het is buitengewoon materialistisch en het is heel erg armoedig. Dat is een heel gek contrast. En daarbij voelt iedereen zich een buitenstaander en waant zich daarom een soort artiest. Zonder ook maar enige moeite ergens voor te doen. Want het kan niet, want er is geen tijd voor. Dus het is een hele rare soort van... Het is ook saai. Net als Jordan Wolfson. Maar het is wel gevaarlijk. En dat is wel grappig eraan. Het gevaar. We beginnen te kijken naar opnames die ik onlangs heb gemaakt. In een museum. Ik wil weten wat Tarik daarover denkt. In 2018 deed een nieuwe sensatie uit New York het kleine stadje Amsterdam aan. De kunstenaar Jordan Wolfson liet zijn werk zien in het Stedelijk Museum. Wij hadden het privilege om de jongeman te spreken in zijn hotelkamer. Oh, my laundry's here. Oh, thank you. You're so kind. Thank you. Have a nice day.
You too, bye. Carly, will you throw me an apple? Yeah, you want red or green? But I don't know if my hands are clean. Do you want me to wash it? No, I think I should wash my hands. Well, yeah, I have a napkin. You know what I'd love? Here. What? What I can do myself is to pour a Diet Coke for myself. Do you want a red or a green apple? I don't want either. Okay. I wanted to make coffee, but this thing, I don't know how it works. Is there like an on? Just in the last couple of days, I felt self-conscious about how I look, and I just like didn't want my image being recorded. Why? I don't know. It just came over me. Her thing is like a lit loose, no? It looks so great, don't you think? Museum director Beatrice Roof comes into the space to tell him that the dancing doll looks amazing. Onze vriend en CDA-politicus Diederik Boomsma kijkt geschrokken naar deze footage. Zoveel decadentie vindt hij moeilijk om te verwerken. Als was het om hem gerust te stellen, begint Kate hem te vertellen wat wij daar deden. Wij waren er toen omdat we werden uitgenodigd door de stedelijk om naar de persconferentie te komen van Jordan Wolfson. En het is heel gek, want dan kom je daar dus en iedereen behandelt hem dan vervolgens alsof hij een soort superster is. Nee, hij loopt hier rond als een soort echt zo'n drama queen die een beetje, wil ik een rode of een groene appel? Ja, ja, het is heel hysterisch. Het is een soort, ja, het is heel erg een beetje gezocht zo. Ja, ik denk dat ik dat toen ook best wel fascinerend vond. Ik vond hem eigenlijk wel interessant. Ik vond zijn kunst helemaal niet interessant, maar hem wel. En ja. Toen dacht ik eigenlijk nog van, oh, we gaan misschien wel een film over hem maken. We gaan naar New York en dan kun je gewoon via hem kun je eigenlijk kijken naar die elitaire klasse van kunstenaars en schrijvers. En eigenlijk een beetje die Lena Dunham wereld. Alleen Lena Dunham is natuurlijk echt een ster, maar hij is een soort van ster in de kunstwereld. En dat is altijd behoorlijk relatief, ja. Want dat wordt natuurlijk geboost door die instituten zoals het stedelijk. En destijds was daar Beatrix Roef en die was hem aan het promoten, aan het pushen. Ja. Ja, de directeur van het museum was Jordan Wolfson aan het pushen als de nieuwe art world celebrity. Wij hadden dus dat idee, we gaan misschien die film over hem maken, we probeerden hem over te halen. Maar toen zei hij ook dingen zoals van, oh, zie je mij net zoals die Simkovic van jullie? En dan vond hij ons ook eng. En toen zag hij de film met Mara McCarthy. Weet je, die galerist die aan het huilen is. En dat was een goede vriendin van hem. Dat was zo erg wat we met haar hadden gedaan. Dus hij wilde echt niet met ons werken. En wij waren echt, dat was echt niet oké wat wij doen en zo. Dus, dat ging gewoon eigenlijk allemaal voorbij. Maar we hadden deze footage waar je iets mee wil. Want je wil gewoon laten zien van, kijk, deze jongen, die vertegenwoordigt op een bepaalde manier, op een hele specifieke manier weliswaar, de decadentie van die kunstwereld. But in a few minutes, Jordan Wolfson will be confronted with what you would almost call a moral dilemma. What's that guy's name? What's his name, that Rob, guy? Rob. Oh, he's wearing a coyote fur, it's awful. In the distance, Jordan Wolfson sees a billionaire art collector walking around with one of these coyote fur Canada Goose jackets. And Jordan Wolfson is an activist. On his Facebook timeline, you see he protests against fur. I would rather like save the life of like a coyote from the Canada Goose Company than look like a cool, mysterious artist. Excuse me, like looking ambiguous. No, he's cool. I'm gonna talk to him. I wish he wasn't wearing coyote. No, it's really bad. Why is he running to? Die Rob de Vares is bepaalt geen flapdrol. Die heeft gewoon zijn geld echt zelf verdiend. Hij is begonnen als beursjongen. En wist daar een goede stoel te pakken te krijgen.
In tegenstelling tot zijn collega's ging hij niet in de kroeg staan, Porsches kopen en cocaïne snuiven, maar echt. En hij zag op tijd in dat die analoge handelwereld zou gaan veranderen in een digitale. En daar heeft hij op ingespeeld. En nu is hij een hele grote high frequency trader. Dat is met glasvezelkabel en algoritmes en computers. En is hij 2 miljard waard. Gewoon begonnen als een simpele beursjongen. Is Rob de Vares ook in staat om de potentie van de culturele paradigmawisseling te zien? They can't find Rob. So Bea starts talking about the meaning of female figure. Of course, it's an image of highly sexualized projections, actually, we have, you know. But she's not only that. You can see the machinery of seduction, commercial images, indulging us into consumerism as well. Ja, en ik denk dat wij ons nog te weinig realiseren hoe lekker zij geld aan het verdienen is op dit moment. Ze heeft al die grote geldmensen erin zitten en ze is gewoon lekker met haar handeltje bezig. En dan komt een of andere flapdrol televisiecamera naar haar toe en dan blaart zij gewoon zo'n onzin dingetje eruit. Zij gaat ervan uit dat wij geen bewustzijn hebben, omdat het helemaal niet relevant is of ik me bewust ben van het feit dat zij een flapdrol is. Ja. Yeah. Maakt helemaal niet uit. Weet je wel, het is heel. Maar ze heeft een kater, hè? Ze is gisteravond, denk ik, heel gedronken geweest. Het gaat lekker. Ja, gewoon een beetje van die slappe Franse postmodernistische shit. Slecht parafraseren. Het is bijna anachronistisch, weet je wel? Zo, hoe zij met die zwarte pij daar zo staat. En met die rotte bruine tand. Een soort renaissance-paus. Totaal corrupt. I think it's highly, highly interesting, and so, deeply rooted in what our realities be about, no? The artist. But Jordan Wilson doesn't mind that Bea talks about his work in this way. I'm fine with it. And why wouldn't you be fine with it if they would say it is that? Because I don't want anyone to have to think about anything rather than like an experience that's like polluted by like someone naming the experience. But I think you let go of all of that and it's like, it doesn't, none of it matters. No, daar heb ik geen bewondering voor. Nee, joh, toch, ja. Het meest significant, vindt Tarik, Jordan Wolfson's reactie op de bondjas. Hij zou nooit een reden kunnen vinden om zo'n jas aan te trekken. Of hij kan zich geen reden voorstellen, behalve een maatschappelijke reden om het niet te doen. Want als je weet dat daar dieren voor doodgaan, dan doe je dat niet. Wat zou dan nog meer redenen kunnen zijn om zo'n bondjas aan te trekken? Nou ja, ik heb zo'n bondjas aan omdat Melk ooit een vriendje had uit Tsjechië. En die heeft toen die bondjas gekocht voor 10.000 euro. En die hing daar. En ik trek hem dan aan om dus die herinnering aan hem in te nemen, als het ware. Een soort territoriaal ding. En het is een mooie jas. Zoiets, toch? Dan heb je opeens zo'n bondjas aan. Ja, misschien heeft Rob de Vares ook wel zijn reden om dat aan te trekken, zo'n bondjas. Nee, ik denk dat hij gewoon een slechte smaak heeft. Maar ik denk dat Rob de Vares gewoon, die weet ook niet wat hij moet doen of zo. Die wil zich ook afzetten. Maar het gekke is dat hij dan wel met mensen omgaat die hem verachten. En ik begrijp niet dat je als je zo'n soevereiniteit, economische soevereiniteit hebt, dat je dan zo laat gebruiken. Dat vind ik heel sneu, eigenlijk. Tarik gelooft niet en het is gewoon zijn intuïtie, zijn instinct.
om de potentie van mensen te ruiken. Dat Rob de Vares die jas alleen maar aangetrokken heeft omdat hij dacht dat hij hem mooi vond en zich misschien een beetje wilde afzetten door een ghetto-jas te dragen. Nou ja, ik bedoel de behoefte om walging op te roepen bij omgeving is volgens Baudelaire een aristocratische behoefte. En dat idee is ook onderdeel van cultuur. Dat je een groep hebt die afgrijzen wil oproepen bij het volk. En daarom vind ik die jas natuurlijk wel grappig van Rob. Ik kan me wel een betere bond. Ik vind zo'n nerdsjas dan mooier. Dan zou ik ook echt in zo'n nerdsjas aankomen, weet je wel. Of panda of zo. Maar dit is wel leuk, ja. Ja, walging oproepen bij de mensen die betaalt vind ik sympathiek. Daarmee geeft hij eigenlijk ook weer aan dat hij hun minacht. En wat jij doet is dan zeggen, oké, we gaan iets heel geks doen. We gaan gewoon een top-down revolutie doen. Dan maar. En dat kunnen we doen omdat zij een dubbelzinnige, ambiguë moraal hebben ten aanzien van die geldschieter. Ze willen hem wel, maar ze willen niet dat hij invloed heeft. En dat is wat zijn en jij zegt, je kunt wel invloed hebben via ons. En dat klinkt dan als het geld neemt de kunst over. Maar dat kan ook een bevrijding zijn op het moment dat de ideologie de kunst in de handen heeft. Dus het is een hele gek spel wat jullie spelen in die zin. En het is een soort van latente potentie van het geld, hè, wat jullie proberen te activeren. Als idee eigenlijk. Maar ik geloof niet dat het jullie gaat om macht alleen maar. Ik geloof dat er gewoon een groot plezier ligt in het kunnen identificeren van dat soort mogelijkheden en dynamieken. Rob, het is waar dat wij verweesde kunstverzamelaars adopteren. Ik weet dat de hele ervaring met het Stedelijk Museum niet heel erg fijn moet zijn geweest. Ik weet dat jij Beatrice Roef hebt binnengehaald. Tenminste, dat denk ik te weten. En ik weet ook dat het lullig was dat ze toen moest vertrekken omdat ze corrupt was. Nu is het natuurlijk zo dat zij het museum gebruikte als haar persoonlijke kunstgalerie. Maar dat maakt helemaal niet uit. Het gaat er gewoon om dat politieke verhaal wat zij moet houden om die commerciële kunst dat museum in te krijgen failliet is, dat het kapot is en dat het op slot zit. Er zit geen werkelijke speelruimte in. Je kunt alleen maar een beetje om elkaar heen dansen, cynisch doen. En daar hebben wij van KIRAC een oplossing voor gevonden door middel van portretkunst. Een literaire benadering van de kunstwereld. Dus als jij op zoek bent naar betekenis en een nieuwe stap, dan kun je ons bereiken. Paul van Nes, de art dealer die we beide kennen, die heeft mijn telefoonnummer. Mijn e-mailadres staat op de website. Je gaat zeker zeggen, dit is een hondsbotel filmpje, dit is flapdrollerij, dit gaat nergens over. Dat is niet waar. Dit gaat wel ergens over. Ik zou op zijn minst je kostbare tijd gebruiken om een keer met ons een goed glas rode wijn te drinken. Volgens mij weet jij dat je Rob werkelijk iets te bieden hebt. Je vraagt je af of het überhaupt mogelijk is om Rob dat te doen inzien. En je vraagt je ook af of als hij het dan vervolgens inziet, of hij daar dan ook op kan handelen. Stefan. En dan krijg je nu de Apollinische Katie.
Nou, ik denk dat de hele wereld op dit moment leidt aan hetzelfde schisma dat Rob ook kent tussen aan de ene kant de invloedrijke rol die hij speelt binnen de wereldeconomie en anderzijds hoe weinig invloed hij heeft op de cultuur met het geld dat hij heeft. En dat is inderdaad omdat, zoals Tarik zegt, die cultuur in handen is van die ideologie. Dus het maakt niet uit hoeveel geld hij doorspeelt aan Beatrix Roef. Hij zal nooit kunnen bepalen wat er werkelijk voor nieuws in dat museum gebeurt. Daar heeft hij helemaal nul invloed op, omdat Beatrix Roef zelf ook niet vrij is om dat te doen, om daarmee te spelen. Omdat iedereen, in dat soort van goede smaak linkse ideologieverhaal vastzit. En dat ook van elkaar eist eigenlijk. En waarop natuurlijk tot op zekere hoogte ook baat bij heeft, omdat hij daarmee als het ware een narratief voedt, een links ideologisch, idealistisch narratief, dat als het ware de aandacht afleidt van het feit dat hij inderdaad wel degelijk heel veel invloed heeft op die wereldeconomie, die niet voor iedereen even voordelig uitpakt, per definitie. Maar het probleem aan die ideologie is dat hij wel verlangt dat datgene wat Rob doet, dat voordelig uitpakt voor iedereen. Omdat het uiteindelijk gebaseerd is op een soort gelijkheidsprincipe. En daarin past datgene wat Rob doet eigenlijk niet bij de kunst die hij steunt. Of de cultuur die hij steunt. Want hij mag niet in zijn volledigheid gezien worden in wat hij doet. Want misschien is het wel niet goed. Misschien is het wel niet goed te noemen. Terwijl die portretkunst waar wij het over hebben, die zou eigenlijk die twee zaken als tegengestelde opheffen. Omdat dan ineens die cultuur gaat over werkelijk kijken naar iets en wat het is. Niet van tevoren een idee heeft over goed en kwaad. Dus wat is Rob aan het doen? Ik weet het eigenlijk niet precies. Als iemand mij zegt hij is high frequency trader, dan gaan er een paar dingen naar mijn hoofd. Maar echt weten doe ik het niet. En als die kunst eigenlijk de nieuwsgierigheid zou kunnen opbrengen om daar naar te kijken, wat doet het met een man die dat in zijn leven heeft ontdekt en gecreëerd? Wat doet hij? Dan valt ook eigenlijk de dreiging van de ontmaskering weg. Van Rob, jij bent eigenlijk, jij zegt wel dat je al die cultuur steunt, maar eigenlijk ben jij een groot kapitalist. Dat is een probleem. Dus wat wij doen is eigenlijk wij ontmantelen aan de ene kant het dreigement dat uitgaat van die ideologie die je nu overal ziet. En aan de andere kant lossen we ook nog eens op dat dat ongelooflijk saai is. En dat niemand daar werkelijk op zit te wachten. Dat het inderdaad alleen maar aantrekkelijk is als je een soort van cynisch machtsspel wil spelen. Want met ons kun je eigenlijk een vrolijk machtsspel spelen. Is this gonna go on the internet? Sound. Okay. Oh. Okay, thanks for watching. We see each other again, let's say in 15 minutes. And we post the link to the Zoom meeting underneath the video. So let's say 19:40.